Welkom, ik ben Geni, ik ben biodanserdocent en net als jij lid van de VBN. En ik ga voor het eerst een flyer maken met een nieuwe flyermodule. En jij kunt die ook gaan gebruiken. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, je hebt de naam van de website, je hebt de inloggegevens nodig, moet je even opvragen. En daar krijg je dan ook een wachtwoord. En dan kun je zelf erin komen en dan kun je je eigen flyers gaan maken. Maar wat ook fijn is als je alvast wat voorbereid hebt. Als je bijvoorbeeld een vierkante foto hebt van jezelf waar echt je gezicht op staat. Want als je een foto doet terwijl je aan het dansen bent, dan staat het er zo erg klein op. En ja, mensen die willen ook graag weten met wie ze te doen hebben. En je hebt ook je Biodanza logo van Biodanza beweeg je nodig. Als je dat klaar hebt staan, dan kun je eigenlijk gewoon aan de slag gaan en er lekker mee gaan stoeien. En ik heb een filmpje gemaakt. Misschien heb je het helemaal niet nodig, want het is heel simpel. Maar misschien vind je het toch leuk om er even naar te kijken. Je gaat naar www.flyers.biodanza.nl en je logt in met je e-mailadres en je wachtwoord. En dan ga je naar maak een nieuwe folder. En dan kun je beginnen. Ja, dit is iets wat je gewoon zelf invult. Dat komt trouwens niet bovenaan te staan. Geni Wustman. Dat is voor de flyer module. Ik weet niet precies waarvoor het is. Maar dat is in ieder geval iets wat je moet invullen. En ja, bij mij komt er al gelijk wat te staan. Want ik heb al meerdere flyers gemaakt. Ik ben er al wat langer mee aan het stoeien. En daarom is er al heel veel een beetje ingevuld, maar daardoor gaat het wel ietsje sneller. Dus de Biodanza sessienaam heb Biodanza met Geni bij Dansen en Leef. En kennis maken met Biodanza kan op, dan moet je die zin afmaken. En dan, je kunt hier vier regels vullen, want je kunt dus ook je adres invullen. En misschien nog wat meer informatie over andere lessen die je geeft. En die staan bij mij allemaal al klaar, omdat ik het al eerder heb gedaan. De prijs, ja, dan kun je ook meer invullen. Je kunt een hele lange zin maken, maar je hebt kans dat het dan niet past op de flyer. En dat zie je dan vanzelf. En ik heb het uiteindelijk steeds een beetje ingekort. Want ik heb meerdere prijzen voor de proeflessen. En dit heb ik er uiteindelijk van gemaakt. En dan je website invullen, www.dansenleef.nl bij mij. Dan gaat het naar het e-mailadres. En het e-mailadres is een beetje anders. Want daar staat bij hoe de lettergrootte moet zijn. Dan heb je 10 punts. Dat is standaard. En dat ga ik maar even uitproberen zo. En dan kun je ook nog meer zeggen over je biodanza lessen. Nou, ik heb al iets klaargemaakt. Een tekstje geschreven. Dat ga ik er even in plakken. Zo. En dan ga ik een foto van mezelf erin doen. De vierkante foto. En mijn Biodanza logo. En dan ga ik ook een voorkant kiezen. En dat kan ik kiezen uit twee voorkanten. Nou ja, die is echt hartstikke klein. Dat is best wel moeilijk te kiezen. Maar het mooie is, je kunt straks hem ook nog gaan bewerken. En dan kun je gewoon die andere ook even kijken hoe die eruit ziet. Ik ga eens even deze kijken. Eens kijken wat dit wordt. Nou, ik had dus al meerdere gemaakt. Dus de onderste, dat is degene die het laatst heb gemaakt. En dan ga ik naar genereren om de PDF te maken. En die PDF die is gewoon zo klaar om op te sturen naar je drukker. En dan hoef je alleen nog maar te uploaden bij de drukkerij. En dat is dus op A5 formaat, een liggend A5 formaat. Dus dan komt het goed. Nou, dit is dus de voorkant. En dit is, dit is niet helemaal zoals mijn bedoeling is. Ik ga toch die tekst een beetje hier inkorten. Want er komt dus ook nog lid van de beroepsvereniging VBN, biodanza.nl bij. En dat is een tekst die er automatisch altijd onder komt. Dat we allemaal natuurlijk lid zijn. En dat hoef je dus zelf niet in te vullen. En ik vind ook eigenlijk wel dat mijn e-mailadres, dat kan best wel wat groter
geschreven worden. Je ziet dat het hier komt. Dus ik ga hem even nog een keer maken. Ik ga hem bewerken. En dan ga ik die 10 punten, daar ga ik 12 punten van maken. Maar je kunt hem ook kleiner maken. Als nou blijkt dat hij helemaal niet past, omdat je een heel lang e-mailadres hebt. En ik ga deze tekst ook korter maken. Ik denk dat het wel mooi is om echt een paar zinnetjes ervan af te halen. Zodat echt wat ruimte nog onder is voordat mijn logo komt. En ik ga dus ook eens kijken naar de andere voorkant. Nou, dan ga ik hem weer genereren. Ben ik heel benieuwd hoe het er nu uit komt te zien. Spannend. Oh, kijk. Oh, dit vind ik ook wel heel mooi. Hier staat iets minder tekst, maar wel ook weer een andere tekst. Dus ook de moeite waard om dat even te bekijken. En hier. Ja, dit vind ik veel mooier. Dat is echt wat ruimte overal is. En deze, dat e-mailadres, vind ik ook beter zo. Ja, hieronder zie je een QR-code staan. En die QR-code die leidt naar jouw website. Die websiteadres heb je hier dus ingevuld. En ja, waarom hebben we dat er nou opgezet? En dat is omdat er tegenwoordig heel veel mensen, vooral jongere mensen, en we willen ook graag jongere mensen bij Biodanza hebben. En die hebben een website scanner gedownload en die hebben die op hun telefoon staan. Ik ga je nu laten zien hoe het werkt met een smartphone en een QR-code. Nou, je richt op de QR-code en dan gaat hij naar donzenleven.nl. Staat er open link. En ja hoor, hij komt op mijn website terecht. Ja, het is zo dat ze bij deze flyer module dat er altijd een QR-code wordt gescand. Ook als je geen websitenaam invult. Als je een andere tekst invult, dan komt er ook een QR-code. Dus dan leidt hij helemaal nergens naartoe. Dus vul gewoon je website in. En dan weten mensen je allemaal te vinden. Zelfs als ze je flyer zien en ze zijn in een kroeg, dan kunnen ze alvast gaan kijken waar ze je kunnen vinden en al je informatie. Dat was het. Ik hoop dat je een hele leuke flyer ervan gaat maken. En ik ga hem in ieder geval laten drukken. Ik wens je heel veel succes. En heel veel succes met het vinden van nieuwe deelnemers. Want die kunnen we allemaal heel goed gebruiken. Laat de hele wereld dansen.